dan ziet u hier een grote groene koepel op de kleine zijde. Want we hebben op de kleine zijde een Sint-Nicolaaskerk en ook op het oude stadsplein. Dus er zijn twee Sint-Nicolaaskerken hier in Praag. En de architecten daarvan, dat zijn vader en zoon Lienzenhoven. Dus beroemde barokke architecten die uit Zuid-Duitsland naar hier gekomen zijn. Dan ziet u dat streepje lichtjes naast de koepel van de. In de verte loopt Jopie naar de uitgang. Ja, dat is wel een zin. Ja, dat is wel een zin. Ja, dat is wel een zin. Ja, dat is wel een. We zijn op het Wenceslasplein aanbeland. De Karelsbrug. Uitzicht op de Burgt. En de Sint-Vitus-kathedraal. Uitzicht vanaf het kloosterterras. Vanaf het kloosterterras van dit klooster is straks de omgeving gefilmd. En tot hotel omgebouwde kerk. Dit kan alleen weer in Praag. We zijn bij de Praagse Burgt aanbeland. Het Schwarzenbergpaleis. Boven dit balkon is ook wapen van
houdt op mokka, maar schilde van die kraan. We zoeken nu het oude Koningspaleis. De bekende zoon, deze was de tweede. Het zogenaamde gouden straatje. En daar gaat hij ook in. We zijn hier in de Sint-Nicolaaskerk. Ja, dat is niet zo. Dat is niet zo.